Hallo kijkers, welkom bij MZ90 en welkom bij een uitlegvideo waarom DevCraft eigenlijk gestopt is. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben ook met... Ik was de tand al weg. Ja, je mag zeggen hoe je heet hoor. Even wat? Wauw. Voordat je denkt, hoe komen jullie in deze back? Nou, ik altijd als ik in een nieuwe server kom en ik kom in zo'n soort lobby, dan word ik nieuwsgierig en ga ik overal opklimmen. En voor als jullie daardoor denken, waar zit de lobby? Precies achter mij, daar. Ja. Kleine 150 blok naar beneden. En waar zitten wij nu in? Wij zitten in een bek van een draak. Ja. Voor de tweede keer. Ja, want één keer was ik zo niet, was ik, tenminste Daniel eigenlijk, ja, zo gek om naar beneden te springen. En ik dacht, we zagen een huisje daar. Dus we dachten van, we gaan leuk naar beneden. En toen zochten we naar de uitgang en toen vonden we Forever Alone bordje. Maar oké. Maar daar gaat het nu niet over, want ik ga uitleggen waarom DevCraft, misschien kennen de helft van jullie het niet, maar deze Daniel wil het gewoon heel graag zeggen waarom het is. Waarom DevCraft is gestopt? Nou, dat is een hele simpele reden. Het was een klein servertje, gewoon voor de lol, voor twee mensen. En daar mochten andere mensen ook in. Maar ze vond het een beetje vervelend worden dat de server telkens aan moest. Dus hebben ze gezegd, het was gewoon een projectje. Ze hebben geen tijd meer voor, dus het stopt. Ja, en daarmee ook de afleveringen van DevCraft. Ja. DevCraft. 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 In ieder geval, dat wouden we even melden. Ik hoop dat Even melden, want ik vond het heel onzin, maar... maar jij hebt het gezegd, hè? Dus dat wouden wij even melden. Ik vlieg. Kijk dan! Nou, dan gaan Bart en ik nog even verder met dingen onderzoeken in deze serverlobby. Maar ik ga tegen jullie zeggen, kijk eens hoe dat mogelijk. Help je mij met het kanaal bij. Abonneer je op Scarecrow Games. Linkje in de beschrijving. En abonneer je even op mij als je nog niet meer geabonneerd. En dan hoop ik dat jullie van deze DevCraft serie hebben genoten. Ook al was het maar 4 afleveringen. Ja. In ieder geval, Bart, heb je nog wat te zeggen? Bye bye. Doei.